Zo, nou, we zijn dus onderweg. En waar gaan we naartoe, schat? Naar de verjaardag van moeder. Ja, en waar is je moeder nog steeds? Nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft bezoek gehad van oom. Ja. Vaderskant. Buren zijn geweest, familie is geweest, gezellig verjaardag gevierd, vlaggetje opgehangen. Ja. En wat kom je tegen in de mal? Ja, kijk eens. Hele goedemiddag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, dat zijn wij met de dieren vanzelf. Ja, het is vandaag zondag 26 maart 2023. En het is nu 2:30 geweest. Ja, ik ga een vlogje editen. De hondjes moeten er nog uit. Dus ik ga mijn liefstallige man even lief aankijken. Ik kijk heel lief weer terug. Of hij eventjes de honden uit kan laten. En ik heb pijn in mijn buik en ik heb pijn in mijn rug en ik zit nou ergens anders op. Maar oké, dat maakt niet uit. Maar ik ga sowieso eventjes een vlog even editen, even maken. Want anders hebben jullie morgen niks meer om naar te kijken. Nee, precies dat. En dat moet wel eventjes gebeuren, hè. Ja, dat zou jammer zijn als dat niet zo was. Toch? Wat? Niet kijken. Naar wat? Dan kunnen mensen kijken naar een vlog die ze niet leuk vinden. Dan kunnen ze toch het duimpje omhoog doen, het belletje aan, abonneren en een commentaar achterlaten van ik vind het niet leuk, maak morgen wat mooiers. Toch? Ja, precies dat. Oké, helemaal goed. Ja, dus ik ga dus inderdaad even vlog editen en ik ga mijn haar even fractioneren. En ik heb sowieso zin in dinsdag, maar dat had ik al gezegd. Ja, weet ik eigenlijk niet eens of ik dat had gezegd, maar bij deze, ik heb gewoon zin in dinsdag. Ja, ja. Jullie zullen wel heel raar denken van, hey Karin, en we missen een dag, de zondag. Ja, dat klopt, helemaal. Ik zal gelijk daar wat even over uitleggen. Zondag, dat is het vandaag. Wacht even. Zo. Even knip, knip, knip. Ja, jullie zullen wel denken, hey, we missen een dag. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Correcte moendood. Ja. Gisteren zaterdag was ik ook gewoon nog op de zaak. Ik voelde me niet lekker. Ik had te veel pijn in mijn buik ook weer. Dat straalt nu uit naar mijn rechterkant onderrug. Dus ook mijn rechterbeen die wil soms niet met wat ik wil. Een doof gevoel. Dus ik was gisteren gewoon niet in de mood om een vlog te gaan maken of te gaan autorijden. Ik had daar gewoon de energie ook niet voor. Ik heb gewoon de hele dag lekker op bed gelegen. Ik heb geslapen. ik heb voor dinsdagmiddag heb ik een afspraak weer bij Bronkhorst, bij mijn arts. Om dit ook weer te gaan bespreken. Ja, de pijnen komen terug. Ik voel het wel, maar ik kan het aardig handelen. Ik ben er wel weer heel erg veel beroerd van. Maar ja, ook dat hoort er gewoon weer bij. Ik weet gewoon de symptomen. Ik weet hoe ik me voel. Et cetera, et cetera. Ik heb nou een soort van kruk stoeltje gekregen van mijn goede vriendin / surrogaatmoeder Ilona. Dat is een soort van kapperstoeltje, zeg maar. Dan word je geacht om rechtop te zitten. Dus daar zit ik dus nu ook op. Dan in plaats op mijn bureaustoel. Wat ook overigens lekker ligt om te kijken of het werkt. Nou ja, mijn rug, dat is gewoon momenteel gewoon om te huilen, zeg maar. Dus ja, dat wou ik jullie wel even mededelen. Daarin zeg ik al, ik voel echt wel de pijn. Maar het is voor nu nog voor mij wel, ik wil niet zeggen draaglijk. Ik voel het wel. Ja, zal ik het zo zeggen. Maar ik weet hoe ik ermee om moet gaan nu, zeg maar. Omdat ik het dus nu al bijna dik 2 jaar heb of zo, Agnes. Dus ja, dus dat wou ik jullie wel even meegeven.
En ik ben weer blij dat ik weer contact heb met Geen en Deen. Dus dankjewel dat je contact hebt genomen met mij. Top. En ik ben weer blij dat het weer ook goed is. Maar dat had ik ook al wel gezegd. Het is een beetje druk. Hoe dan? Allemaal auto's. Ik werd een beetje afgeleid. Maar oké. Mijn zus die zit in de kerk. Is van de geloof afgestapt of zo? Nee. Dus die ga ik ook zo meteen weer even proberen te bellen. Ik heb mijn moeder al aan de telefoon gehad. Jee. En die andere die ga ik nog even niet noemen. Nee, ga ik nog even niet doen. Maar ik ben wel weer blij dat ik ook daar weer contact mee heb. Dus ja, of het allemaal zo moet, gewoon alles gaat weer een beetje to the flow. Maar niet met mijn gezondheid, nee. Hij roeien. Ja, dat is wat anders. Nee, we gaan nou niet. Nee. Hier mag je komen, kom. Kom, speedo. Hier, kom, 1, 2. Kom, 1, 2. Kom dan. Bakken ei. Gebakken eitje, kom. Kom. Je kan de huis wel op. Kom dan. Nou, kom. Nou, die heeft er geen zin in. Die wil wel aandacht, maar die heeft er geen zin in. Ook goed, prima. Moet het lekker zelf doen. Maar daarom dat jullie ook even één dag missen. Maar ik probeer er wel weer gewoon iets leuks van te maken. Maar daarin zeg ik al, ik ben gewoon weer misselijk. Alles wat er weer bij hoort, zeg maar. Mwah. Dus vanavond moet ik zelf de hondjes even doen. Want vanavond moet Ro, als het goed is, dacht ik, nachtdienst heeft hij. Hij heeft inderdaad vanavond een nachtdienst. Hij moet van 11:30 tot 6:30 werken. Dus en ik moet nog een paar vlogs in elkaar bouwen. Ik moet mijn camera nog legen. Yay! Moet ik ook nog weer wat dingen naar Niels sturen. Yay! Zijn we lekker bezig. Ja, dus Dus dat, ik ben alleen maar weer aan het praten. Is niet de bedoeling. Jullie zien ons straks wel. Komt goed. Nou, schat, vertel het eens. Waar zijn we bijna? Bijna Even iets harder praten, dat, en dat weet je. Bij een opruimplicht bij een vuilnisbak. Ja, maar waar gaan we nu? En Even opnieuw. Wachten met praten. Please. Zo, nou, we zijn dus onderweg. En waar gaan we naartoe, schat? Naar de verjaardag van moeder. Ja, en waar is je moeder nog steeds? Nog steeds in het ziekenhuis. Heel zwaar. En zit er al een beetje vooruitgang in? Of vertel het eens even aan de kijkers. Dat gaan we zo meteen meemaken. Ja, even wachten. Even wachten. Even die wind. Oh, die hebben we hier nog steeds. Maar oké, vertel. Hoe gaat het met je moeder, schat? Dat gaan we zo merken. Ik denk dat er vooruitgang is geboekt. Ja. Het zal weer wat lopen. Maar nu is het dus dat ze maandag gaat ze naar een revalidatiecentrum of iets dagelijks. Weet ik even niet. Ja. Maar weg uit het ziekenhuis, dat wel. Dus dat scheelt weer. Ja, nou,
Dus ja, dat is heel goed nieuws om dat te horen. Dat mijn schoonmoeder dus hoogwaarschijnlijk, inderdaad, morgen, want het is nou zondag, dus morgen, naar het revalidatiecentrum gaat. En ik zal zo even vragen of ik haar ook mag filmen. Dus, en ze vinden dat niet altijd leuk, maar soms wel, soms niet. Je weet het nooit, want ze zijn ook dementerend aan het worden. Dus ook dat hoort erbij. Dus ja, kan gebeuren, maakt allemaal niet uit. Nee. Zo, toen liepen we weer buiten vanaf het ziekenhuis. Ja. En, vertel, schat. Tja. Iets harder weer praten, dat weet ik je. Weet niet wat ik want moet vertellen. Want het waait en... Het waait. Het... Vertel, over je moeder. Ja. Vertel. Je hebt bezoek gehad van oom. Ja. Vaderskant. Buren zijn geweest, families is geweest. Zelf verjaardag gevierd, vlaggetje ophangen. Ja. En morgen? Morgen gaat ze dus naar dat revalidatiecentrum. Een revalidatiecentrum. En dan wordt ze tussen 10 en 11 opgehaald en door de zorgambulance. Dus daar gaan we dus morgenavond ook weer even naartoe naden. Ja. Dus, en wat mijn moeder nog niet weet, dat ik dus vrijdag ook weer met haar ga. Maar ik heb het wel gezegd. Ze vond het een goed idee, maar waarschijnlijk is ze het weer vrijdag helemaal weer vergeten. Maar ik moet het ook nog even overleggen met mijn moeder. Ja. Dus dat komt ook wel weer goed. Ergens hoop ik toch. Ja hoor, ergens of zo. Geen idee. Geen idee doen. Maar dat komt hopelijk wel weer goed. Toch, ergens. Ik hoop het hoor. Ja. En ik hoop het ook even voor je moeder. Dat ook. Ja, dus we zullen zien, we zullen zien. En nee, we konden even ook niet filmen, want er waren te veel andere mensen. Dus ja, dus dan ga je dat ook maar niet doen, weet je. Het is ook een beetje privacy en voor de ander. Dus respect daarvoor, dus dat doen we altijd. Ik ja. Weet niet waar ze allemaal vandaan komen, maar het is druk bij de Jumbo. Nee. Ik zei natuurlijk al tegen Ro. Gaan ze allemaal niet meer naar de appie, want de appie die wordt zo duur en zo. Daar lijkt het wel op. Nou, we gaan eens even kijken. Nou, heel weinig. Heel weinig, heel weinig, heel weinig. Er is niks voor ons bij. Nee. 2,50, wat denk je zelf? Jij bent niet goed, snik, voor 2,50 dat. Oh, 4,38. Ja, ja. Voor mij. Niks voor mij. Helemaal niks. Niks. Helemaal niks. Niks. Dat is wel lekker gratis boodschappen doen, zeg maar. Doe jij nou dan? Doe jij nou dan? Hoort zo. Trouwt, hè? Kein einoen. Was het even gezellig om even met je zus te praten? Ik hoop het. Je hoopt het? Want waarom hoop jij dat? Waarom hoop jij dat? Dat zij het wel gezellig vond. Oh, nou ja, ik hoop het ook wel voor Marlon. Ja, precies dat. En wat kom je tegen in de mal? Ja, kijk eens. Hij is dik hoor, moet eens kijken. Kijk, en volg je nog niet? Volg me dan even gelijk even op Insta, jongens. Yes, moet eens kijken hoe mooi een auto. Dit is gek hoor. Oh, goed. Ja, jullie mogen boos worden op mij. Ja, auw, dat doet zeer. Dat mag allemaal van mij. En maar ik heb nog niks gegeten. Ja, vanmiddag heb ik gegeten. Ho, halt. Voordat ik zeg ik heb niks gegeten. Er liggen hier nog twee eitjes voor mij. Sowieso. Maar ik heb nog niks warms gegeten. Nee. En ik weet ook niet wat ik wil gaan eten. Nee, ook dat niet. Maar ik heb ook een kippie. Zou ik ook eventueel kunnen doen? Hoeveel heb ik er nog? Ik heb er twee. Eén? Twee. Eén. Ja, nee, twee. Dus die ga ik even maken. Even warm maken. Heb ik toch even wat warms. Voor de rest, ik zou het even niet weten wat ik nog kan gaan eten. Ja, ik heb hier heel veel. Dat weet ik. Helemaal. Dat weet ik echt heel goed. Maar ik ga inderdaad zo even kippie eten. Dat ga ik sowieso doen. Ik heb de plantjes ook vandaag weer water gegeven. Deze doet het heel goed. Eens kijken. Deze doet het ook goed. Deze wordt mooi lekker weer bruin. Deze krijgt ook weer hierboven een knopje. Deze weet ik ook nog niet. Die weet ik ook nog niet helemaal. Deze weet ik ook nog niet helemaal. Dus er zijn drie eigenlijk hier, dat ik zo zink, mooi, ik weet het niet.
Maar die komt hier weer een toppie bij. Hier, ik weet niet of je het heel goed kan zien. Hier. Hier komt er weer één bij. Nou, deze doet het goed. Die doet het goed. Deze kan... Deze gaat toch weer heel goed omhoog. Deze doet het goed. Dus ja, en heb ik hier weer nieuwe luchtwortels. Dus die doet het ook wel weer redelijk. Dus ja, wat is dat eigenlijk? Oh, ik was niet helemaal scherp. Ik was wazig voor jullie. Oké, weet je dat ook weer. En wat heb ik vandaag gedaan? Eigenlijk weer 2 keer, 3 keer helemaal niks. Nee, en ik ga even wat verlichting aan doen, want het is hier donker. Dus dat ga ik nu eerst doen. Hey Google, lampen, raam, stekker aan. Hey Google, ledschip keuken aan. Hey Google, ledschip keuken aan. Hey Google, lamp tv aan. Hey Google, lamp keuken uit. En dan gaan we vanaf hier weer verder. Ja. Zo, ik heb weer eventjes wat verlichting aangedaan. Zoals jullie kunnen zien, deze verlichting is uit boven mij. Dus daar is ik al. Ik heb weer wat het een en ander gedaan. En nou ga ik eventjes, namelijk, hartstikke mooi, kippie pakken. Wat ik daar zin in heb. Zo. Dat is dat. Dat is een beetje nat hier. Top. Ja, nee, we gaan niet meer naar buiten. Nee, schatjes. Nee. Dat gaan we niet meer doen nu. Dat gaan we dus even nou niet meer doen, schatjes. Nee. Sorry. Baloli. Ik probeer wat uit. Ik weet niet of u blijft staan. Nee, gaan we niet doen. Kijk, ik heb hier lekker kippie. Van kippie. Hoe toevallig. En deze is zo lekker. Deze zijn echt lekker. Super. Zo. Magnetron, even. Even lekker 4 minuten. En dan ga ik een toetje maar eten. Maar niet maken, maar eten. Toetje eten. Maar wat ga ik eten? Geen idee nog. Even eten. Even kijken. Dit is het karamel. Zal ik even lekker karamel doen dan? Ja. Zal ik dat maar eens doen? Kijk, deze toetje. Voor het geval jullie weer willen weten. Voor de nieuwe, ik heb dus namelijk een maagverkleining. Ik kan niet zoveel eten. Lady. Ja, je bent lief. Kom eens hier, kom eens hier, Lady. Kom. Oh, eigenlijk mag dat niet, hè? Nee, hè? Oh, kijk eens, Lady. Hij is vetje. Nee, eigenlijk mag dat niet, wat ik dus net deed. Maar, joe. Af en toe moet dat even kunnen, hè Leid? Want dat doe jij toch nooit zo veel. Nee, maar ik heb dus een maagverkleining al, wat ik al zei. En deze toetjes kan ik dus wel verdragen. En deze komen dus namelijk uit Duitsland. Want wij doen namelijk tegenwoordig veel boodschappen in Duitsland. In Kleven, want dat is gewoon een heel stuk goedkoper. Ja, ik vind het prima met je. Dus ik ga nu even lekker karamel eten. Mmm. Dit is zo lekker. Ja. En dan. Lust jij dit? Nee, pak dan. Hallo, nee. Lady! Hey!
Nee, kom hier. Wat dan? Kijk, hier. Nee, kijk dan. Hoeft niet, dan niet. Oh, lekker. Toch wel lekker, hè? Dacht ik al. Mm-hmm. Dat dacht ik al. Mm-hmm. Nou. En dan moet ik eventjes nog een minuut, anderhalve minuut wachten zo. Mm-hmm. Ja. En dan is mijn kippie weer klaar. Mm-hmm. Zo, hoor je hem knallen? Ik wel. Ik kan je even één ding vertellen. Dit was lekker. Ja. Pak ik deze alvast. Dan kan ik lekker mijn handjes mee schoonmaken zometeen. Oh. En jullie zien mij zometeen bij de buren. Inmiddels lig ik al lekker onder mijn verwarmingsdeken. Ja. Maar ik ga jullie onwijs bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze leuke vlog. Dus vond je dit nou een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt een gloednieuw vlog online. En om 6 uur een gloednieuwe short. Dus wees erbij. Ja. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.